Sevgili kursiyerlerim, öncelikle kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde The Maze Gebruikte Het Woorden in Verschillende Zinnen, Hollandaca'da het artikliyle başlayan ve çoğunlukla kullanılan kelimelerin cümle içinde kullanımını öğreneceğiz. Belirtilen sinyal word'u cümlelerini en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söylemenizi rica ediyorum. Het woorden. Herhaal deze zinnen met de meest gebruikte signaalwoorden minimaal twee keer hardop en duidelijk. Het paspoort. Het paspoort. Het geduld. Sabr. Het geduld. Het salaris. Maash. Het salaris. Het avontuur. Macera. Het avontuur. Het hart, kalp, het licht, ışık. Het onderwijs, eğitim. Het onderwijs. Het probleem, sorun, problem. Het gesprek, görüşme, konuşma. Het gesprek. Het Turks, het Nederlands, het Frans. Het Italiaans, yani bütün dil isimleri, diller het ile başlar ve kullanılmak zorundadır arkadaşlar. Dersimiz... Evet, başlıyoruz. Kolay gelsin. Het pasport, pasaport. Als je naar een ander land reist, moet je je paspoort meenemen. Ik wil op vakantie, ik wil mijn, maar mijn paspoort is verlopen. Het bewijs, kanıt demek. Tuğba Hanım, okuyunuz. Het rijbewijs is een geldige legitimatiebewijs voor de gemeente. Legitimatiebewijs voor de gemeente. Legitimatiebewijs voor de gemeente. Je heeft bewijs nodig voor deze operatie. Bewijs. U heeft olması lazım veya je hebt bewijs nodig voor deze operatie. Je hebt bewijs nodig voor deze operatie. Teşekkür ederim Kuban. Het glas, bardak ve cam anlamındadır. Het glas fell op de floor. Bardak yere düştü. Daardoor heb ik nu glas in mijn voet. O yüzden dolayı şimdi ayağıma cam battı. Het ijs, dondurma. Mijn lievelingstoetje is in de zomer. My lievelingstoetje in de zomer is ijs. Yazın en çok sevdiğim dondurmadır. Mijn zoon is verslaafd aan ijs, aan het ijs. Buradaki het ijs dondurma anlamındadır. Benim çocuğum dondurmaya müptela oldu, dondurmayı çok sever. Het water, su. You must minimum 2 liter water drinken per dag. Water is belangrijk voor je longen. Het gedrag, davranış. Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind. Çocuğumun davranışından dolayı meraklanıyorum, tasalanıyorum. Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn zoon. Het gebouw, bina. Het gebouw van het gemeentehuis is groot en mooi. Musa Bey, son iki cümleyi okuyabilir misiniz lütfen? Het water, het gedrag, het gebouw. Je moet minimum 2 liter water drinken per dag. Water is belangrijk. Krijg voor je longen. Dur. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. 3 defa tekrar edin, kelime sizin olsun. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. Bravo. Het gedrag. Devam edin lütfen. Het gedrag. Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind. Mijn kind. Bravo. Het gebouw. Bina. Het gebouw van het gemeentehuis is groot en mooi.
Kelime sizin olsun. İki defa lütfen. Gemeentehuis. Het gemeentehuis. 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 Huis. 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 Kelimelerin hepsi bizim Türkçemizde var arkadaşlar. Ses olarak da, telaffuz olarak da. Devam ediyoruz. Het gebouw. Het antieke gebouw staat in brand. Het raam. Pencere. Cam. Ik moet alle ramen van het huis schoonmaken. Ik kijk door het raam naar de straat. Metin Bey, iki cümleyi tekrar eder misiniz? Het gebouw, het antieke gebouw staat in brand. Ik moet alle ramen van het huis schoonmaken. Ik kijk door het raam naar de straat. Metin Bey, kelime sizin olsun. İki defa tekrar lütfen. Kijk, kijk, kijk. Ik kijk. Kijk, ik kijk. Kijk, süper. Kijk. Tebrik ederim. Devam ediyoruz. Bir sonraki konu Gül Hanım için. Son ikisi. Het bed, yatak. Ik moet een nieuw bed kopen, want het is heel oud. Mijn dochter heeft een stapelbed in haar kamer. Het huis, ev. Ik zoek een nieuw huis met een tuin. Gül Hanım? Het bed. Ik moet een nieuw bed kopen, want het is heel oud. Mijn dochter heeft een stapelbed in haar kamer. Het huis. Ik zoek een nieuw huis met een tuin. Met een tuin. Een. Met een tuin. Bravo. Ja, een tuin. Tamam. Het bad. Banyo. Küvet. Tülay Hanım da sıra arkadaşlar. Hij moet het bad van zijn huis vernieuwen. Ik heb een bad in mijn badkamer. Het gedrag. Davranış. Zij heeft het gedragsproblemen. Het gedrag van het meisje was goed. Tülay. Het bad. Hij moet het bad van zijn huis vernieuwen. Ik heb een bad in mijn badkamer. Het gedrag. Zij heeft het gedragsprobleem. Het gedrag van het meisje was goed. Rica ediyorum. Probleem. 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 Het meisje. Het meisje. Kelimeler sizin oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Özlem Hanım, het geduld. Jij moet geduld hebben. Sabırlı olmalısın. Mevrouw, ik heb echt druk. Even geduld alsjeblieft. Hanımefendi, çok yoğunum. Biraz sabırlı olun lütfen. Buyurun efendim. Het geduld. Jij moet geduld hebben. Mevrouw, ik ben echt druk. Even geduld alsjeblieft. Bir sonrakinde devam edin Özlem Hanım lütfen. Het geweld, şiddet. Geweld is geen oplossing voor problemen. Het geweld. Geweld is geen oplossing voor problemen. Teşekkür ederim, bravo. Tuğba Hanım sıra sizde efendim. Het begin, başında. In het begin van de les drinken wij altijd koffie. Voor een goed begin ga ik naar een ander land verhuizen. Het deel. Een deel van het boek is kapot. Mehmet deelt onze groep in tweeën. Tuğba Hanım. Het begin. In het begin van de les drinken wij altijd koffie. Bravo. Voor een goed begin ga ik naar een ander land verhuizen. Het deel. Een deel van het boek is kapot. Mehmet deelt onze groep in tweeën. Teşekkür ediyorum. Bravo efendim. Musa Bey sıra sizde efendim. Het jaar dat mijn kind geboren werd, is heel bijzonder voor mij. Een jaar. Een jaar bestaat uit 12 maanden. Het moment. Op dit moment maak ik huiswerk. Ik wil dit jaar mooie momenten verzamelen. Goeie. Het jaar dat mijn kind geboren werd, is heel bijzonder voor mij. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Heel. Is heel bijzonder voor mij. Bravo. Devam edin. Eén jaar bestaat uit 12 maanden. 12 maanden. 12. 12 maanden. Bravo. Op dit moment maak ik huiswerk. Okay. Ik wil dat jaar mooie momenten verzamelen. Dit jaar, efendim. Ik wil dit jaar.
Ik wil dit jaar mooie momenten verzamelen. Tamam, bravo. Tülay Hanım, hazır olun lütfen. Het verleden, geçmiş. In de verleden tijd van de Nederlandse... Ik vind de verleden tijd van de Nederlandse taal moeilijk. Hollandacadaki geçmiş zamanı benim için çok zor. Het bedrijf, şirket. Het bedrijf van Nederland werkt ook in de andere landen. Hollanda şirketi diğer ülkelerde de çalışıyor. Ja, het is echt waar. Evet, gerçekten doğru. Ons bedrijf bestaat al 50 jaar. Şirketimiz 50 yıldır vardır, bulunmaktadır, çalışmaktadır. Buyurun efendim. Het verleden. Ik vind de verleden tijd van de Nederlandse taal moeilijk. Het bedrijf. Het bedrijf van Nederland werkt ook in andere landen. Ja, het is echt waar. Ons bedrijf bestaat al 15 jaar. 50 jaar. 50. Ons bedrijf. Ons bedrijf. 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 Bravo, sizin oldu. Hayırlı olsun efendim. Devam ediyoruz. Metin Bey, sıra sizde efendim. Het werk, iş demek arkadaşlar. Het werk van hem is heel moeilijk. Onun işi çok zor. Ik vind het haar werk makkelijk. Onun yaptığı iş bence çok kolay. Buyurun efendim. Het werk van hem is heel moeilijk. Ik vind het haar werk makkelijk. Süper. Tamam abi. Metin Bey, devam ediyorsunuz lütfen. Ik werk niet meer. Het werk van mijn moeder duurt altijd lang. Güzel, teşekkür ederim. Sıra Gül Hanım'da efendim. Gül Hanım, het kantoor, ofis çalışma alanı biliyorsunuz. Het kantoor van de van mijn man is heel mooi, oradaki döyüsülü. We houden ons kantoor altijd schoon. Eşimin çalışma ofisi çok güzel. Biz çalışma ofisimizi çok daima çok temiz tutuyoruz. Buyurun efendim. Het kantoor van mijn man is heel mooi. We houden ons kantoor altijd schoon. Bravo efendim, teşekkür ediyorum. Özlem Hanım, sıra sizde efendim. Het woord. Ik probeer Nederlandse woorden te leren. Hollandaca kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum. Enthousiast is een moeilijk woord. Çok azimli olmak. Gerçekten, onu yazmak hatta zor bir kelimedir. Buyurun efendim. Het woord. Ik probeer Nederlandse woorden te leren. Enthousiast is een moeilijk... Enthousiast. Enthousiast, çok güzel. Enthousiast is een moeilijk woord. Lütfen devam edin. Het voorbeeld, örnek. Het voorbeeld. Ik moet een... voorbeeldzin maken om woorden te onthouden. Tekrar edebilir miyiz? Voorbeeldzin. 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 Bravo. Ik teşekkür moet ederim. Een voorbeeldzin maken om woorden te onthouden. Kelimeleri daha iyi hatırlayabilmek için, aklımda tutabilmek için örnek cümleler yapmak zorundayım dediniz. Bitirin cümlenizi. Voorbeelden van proefwoorden zijn tenzij en hoeveel. Hoewel. Güzel. Hoewel. Siz de efendim devam ediyoruz. Ja. Het meervoud, çoğul. Het geval, durum, olay. Het model, model, araba modeli gibi düşünebilirsiniz. Buyurun lütfen. Het meervoud van kind is kinderen. Het meervoud van lamp is lampen. Het geval. We hebben nog nooit een geval als dit meegemaakt. De scholen blijven vanwege het in ieder geval. Ieder geval tot 30 mei gesloten. Gesloten. Het model. Ik vind oude model auto's mooier dan moderne
auto's. Orayı bir tekrar edebilir miyiz? Het model. Model. Türkçe. Het model. Okay. Ik vind de auto model auto's mooi dan moderne auto's. Ik vind oude model auto's mooier dan moderne auto's. Bravo. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Musa Bey sıra sizde efendim. Devam ediyoruz. Het bricht. Buyurun. Musa Bey 3'e kadar sayarım. Gidersiniz söyleyeyim. 1, 2, 3. Musa Bey şansınızı kaybettiniz. Tülay Hanım'la ya. Devam ediyoruz. Ja. Evet Tülay Hanım buyurun. Ik krijg regelmatig bericht van de Belastingdienst. Vergi dairesinden çoğunlukla mektup alıyorum. Arada sırada mektup alıyorum. Ik kreeg een bericht van GGD over mijn afspraak van maandag pazartesi gününkü randevum için aile ve sağlık danışma kurumundan veya sağlık ocağından bir mektup aldım. Buyurun efendim. Het bericht. Ik krijg regelmatig bericht van de Belastingdienst. 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 Bravo. Buyurun. Ik krijg een bericht van GGD over mijn afspraak van maandag. Güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlarımız var. Okumak istiyorsa deneyebilirsiniz. Mustafa Bey. Recep Bey. Tamam. Recep Bey. Het mes. Bıçak efendim. Ik sneed met een mes in mijn hand. Elimi bıçakla kestim. You can not snijden met dit mes. Dus het is bot. Bu bıçakla hiçbir şey kesemezsin çünkü çok kör. Bot buradaki anlamı kör bıçak demek. Buyurun efendim. Het mes. Ik sneed met een mes in mijn hand. You can not snijden met dit mes. Dus het is bot. Bravo. Teşekkür ediyorum efendim. Gül Hanım sıra sizde efendim. Het brood. Ekmek. Brood. Altijd bruin brood. Ben sürekli ayverengi ekmek yerim. Het brood ligt in de broodtrommel. Ekmek, ekmekliğin içinde. Buyurun efendim. Het brood. Wij hebben een nieuw schoolbrood in de klas. Oh ja, yanlış yere okudum. Pardon. Het brood. Ik eet altijd bruin brood. Het brood ligt in de broodrommel. Devam edin siz lütfen. Het ontbijt, kahvaltı. Het ontbijt. Het ontbijt is beste maaltijd voor mij. Het ontbijt begint om 8:00. Kahvaltı saat 8'de başlıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Metin Bey hazır mısınız? Hazırım hocam. Het feit, gerçek. Het is een gewoon een feit. Oradaki önü sildim. Je kunt de feit niet meer verbergen. Gerçekten atlayamazsınız. Buyurun efendim. Het belang'a da devam edelim oradan. Het is gewoon een feit. Bu bir gerçektir. Je kunt de feit niet meer verbergen. Verbergen. Güzel. Devam edin. Het belang. Het belang. Neemt u mij niet kwalijk. Maar alles wat u heeft verteld is niet van belang. Het belang van mijn kind is het belangrijkst voor mij. Çocuğumun het belang çıkar demek arkadaşlar. Önemliyeti demek. Çocuğumun çıkarı benim için her şeyden çok daha önemlidir. Çocuğumun faydasına olan her şey anlamındadır. Çıkar para anlamında çıkar değil, faydasına olan çıkarlar olarak düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar evet. Hazırsanız. Tuğba Hanım sıra sizde yanlış söylemiyorsam. Evet efendim. Het onderwijs. De wetenschappers mogelijkheden onderzoeken. Buyurun efendim. Het onderwijs. De wetenschappers kregen onderwijs van hoge kwaliteit. 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 Efendim iki defa söyleyin kelime sizin olsun. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Çok güzel. Devam edin lütfen. Het onderzoek, de politie, dat ze alle mogelijkheden onderzoeken.
Oradaki data gerek var mı? Araştırma demektir. De politie, dat ze alle mogelijkheden onderzoeken. Politie zoekt alle mogelijkheden. Diye cümleyi daha güzel değiştirebilirdik, onu söyleyeyim. Mümkün olan her şeyi polis araştırıyor, araştırma için göz önüne alıyor denir. Tuğba Hanım lütfen devam edin. Het resultaat, sonuç demek. Het resultaat. We kiezen een school op basis van de examen resultaten. Orayı biraz het daha okuyalım. We kiezen een school op basis van de examen resultaten. Zeylemi resultaten. We kiezen een school op basis van de examen resultaten. Bravo. Het resultaat van het onderzoek is nog niet bekend. Onu biraz daha güzelleştirebiliriz. Het resultaat. Zeyl efendim. Het resultaat. Resultaat. Het resultaat van het onderzoek is nog niet bekend. Bravo. Tebrik ediyorum. Musa Bey hazır mısınız? Evet. Evet Musa Bey. Het onderwerp konu demek arkadaşlar. Dit onderwerp is heel saai voor kinderen. Bu konu çocuklar için çok sıkıcı. Het onderwerp van onderzoek was over een vermiste vrouw. Araştırmanın konusu kaybolan bir bayanla ilgiliydi. Buyurun. Het onderwerp. Dit onderwerp is heel saai voor kinderen. Saai. Evet. Say. Oldu. Het onderwerp van onderzoek was over een vermiste vrouw. Güzel. Devam edelim lütfen bırakmayın. Het mekanizme. Buraya dikkat edin. Mekanizme. Mekanizme. Het mekanizme van de machine is erg ingewikkeld. Het mekanizme van de auto is erg lastig te begrijpen. Het mechanisme van de machine is erg ingewikkeld. 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 Oldu. Devam. Het mechanisme van de auto is erg lastig te begrijpen. Anlamak demek efendim. Yani arabanın mekanizmasını anlamak gerçekten çok zor. Het mekanizma van de auto is erg lastig te begrijpen. Begrijpen. İşte bu. Bravo. İki defa söyler misiniz lütfen ceza keselim size. Begrijpen, begrijpen. Bravo, teşekkür ediyorum. Musa Bey bitirin bu sayfayı. Het inzicht, görüş demek. En wetenschapper verantwoord van inzicht. Hemen duralım orada. Wetenschapper bilim adamı demektir arkadaşlar. Bilim adamı görüşünü değiştirdi. Türkçesi. Een wetenschapper verandert van inzicht. Een wetenschapper. Weten. Devam wetenschapper. Edin. İşte bu. Cümleyi alalım tekrar. Een wetenschapper verandert van inzicht. Bravo. Ik heb geen inzicht over deze zaak. Hemen geen olmamak demek, yok demek arkadaşlar. Ik heb geen inzicht over deze zaak. Bu konuyla ilgili herhangi bir görüşüm yok. Geen inzicht. Hemen ceza keselim Musa Bey'e 3 defa. Geen inzicht, geen inzicht, geen inzicht. Geen inzicht, geen inzicht, geen inzicht. Bravo. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Tülay Hanım müsaitlerse. Evet hocam. Evet. Tülay Hanım buyurun lütfen. Hocam diğer sayfa gelmedi henüz. Şu an görebiliyor musunuz? Ya, het onderwerp. Het ontwerp van de openbare ruimte was ingewikkeld. Ontwerp bir şeyin design edilmesi demek arkadaşlar. Buyurun. Het ontwerp van de openbare ruimte ingewikkeld. Karışık, çok karma karışık, zor demek. Het apparaat, Gülay Hanım devam edin. Je moet het apparaat met een afstandsbediening aanzetten. Bu aracı kumandayla açmanız gerekiyor.
Mijn keukenmachine is kapot. Mutfak aracım kapot demek kırık, bozuk, çalışmıyor. Dus nu moet ik een nieuw apparaat kopen. İşte bu yüzden yeni bir araç almak durumundayım. Het apparaat. Je moet het apparaat met een afstandsbediening. 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 Olacak. Je moet het apparaat met een afstandsbediening aanzetten. Oké. Okay. De machine is kapot. Dus kapot. Moet... Kapot değil. Kapot. Mijn keukenmachine is kapot. Dus moet ik een nieuw apparaat kopen. Hemen ceza keselim efendim. İki defa. Apparaat, apparaat. Apparaat, apparaat. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Bravo. Evet. Sırada Gül Hanım var. Müsaitlerse buyurun. Gül evet. Hanım, Het Institut. Het Institut. Instituten zijn ook onderwijsinstellingen. Hemen ceza alalım oradan. Onderwijsinstellingen, onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen, onderwijsinstellingen. Evet. Het vak. Buradaki anlamı ders. Okay. Mijn favoriete vak is Engels en Turks. Het kast heeft het vijf kleine vakjes. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Lütfen devam edin. Het verhaal, hikaye demek. Het, evet, het verhaal. Yarın verhaal te zijn vriend en verhaal over zijn avontuur tijdens de zomervakantie. Ik wil niet meer belachelijke verhaal luisteren. Durun orada. Ik wil niet meer belachelijke verhalen luisteren. Böyle saçma sapan hikayeleri dinlemek istemiyorum artık. Belachelijk, saçma sapan. Bir işe yaramaz yani, dişe dokunmaz. Belachelijk, belachelijk, belachelijk. Tekrar eder misiniz lütfen? Belachelijk, belachelijk, belachelijk. Evet, arkadaşlar zamanı göz önüne alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Metin Bey'le bitireceğiz büyük ihtimalle. Metin Bey buyurun. Het voorstel. Heb je over mijn voorstel nagedacht? Mijn moeder heeft altijd een voorstel voor mij. Voorstel, önerdi demek. Het gesprek, evet. Het gesprek. Ik heb een gesprek met de juf van mijn dochter. Hoe ging het sollicitatiegesprek? Ze won ieder debat op school. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, arkadaşlar bugünkü dersimizde het, daha ders bitmedi ama şu anda bitirmek durumundayız. İlk bölümü kapatıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dersimizde Hollanda'da çoğunlukla kullanılan het ön ekini alan kelimelerin cümle içindeki kullanışıyla birlikte öğrendik. Çünkü sadece kelime ezberlemek yetmeyecek. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri mümkün olduğu kadar cümle içinde kullanınız lütfen. Başarılar diliyorum. Dersimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Saygılarım. Teşekkürler.